Ik vraag me af, waarom zo'n christelijk spelletje voor de Twente Biennale? Ja, het is geen spel, het is echt een bouwpakket. Dus het is voor kinderen bedoeld, dat zij thuis zelf Jezus aan het kruis kunnen spijkeren. Er zit ook een spijker bij, wat latjes, daar kan je dan het kruis van maken. En dan is dit het Jezuspoppetje. En in het zakje zit zelfs ook nog een ophanghaakje. Eigenlijk ben ik op het idee gekomen, ik was voor de EO nota bene op reis. Die hadden een programma dat heette Sterren van Bethlehem. Toen zijn wij door Israël wezen reizen. En toen dacht ik, ik zag de hele tijd al die kruisbeelden. En ik dacht, ja, wat bizar is dit eigenlijk. Ja, zonder die kruisiging was het christendom gewoon echt helemaal niks geworden. Dat is gewoon het trademark van het christendom. En als kind had ik dat eigenlijk al. Ik ben zelf gelovig opgevoed. Ik zat altijd naar die preken te luisteren. Die duurde altijd veel te lang. Dan zat ik altijd naar die kruisbeelden te staren. En dacht ik, ja, wat is dat eigenlijk voor gek beeld? En ook heftig om daar kinderen mee te confronteren. En ik vind dat kunst moet vragen oproepen. En iets confronterends of iets wat op het eerste gezicht heftig uitziet, zet je natuurlijk wel aan het denken. Van hoe zit het met mijn eigen geloof en hoe zit het eigenlijk met die kruisiging? En ja, er is veel discussie over de islam, maar dit is natuurlijk ook wel een bizar iets. Dat iemand gewoon een kruis genageld is en dat we daar met z'n allen blij om moeten zijn.